Yes! Eindelijk doet hij mee, Bram Krikke. Je debuut. Mijn debuut. En wat een debuut. En ook meteen gescoord. Hoe waanzinnig is dat, zeg. Hé, hey, wat een goal, ja. Ouwe. Ja, echt een hele goal. Dat is een droom. Wat vond jij van mijn goal? Ja. Wat vond jij van mijn goal? Prachtig. Ook Joris heeft wat te vieren. Waarom gaan Robbie en Rijn uit hun plaat? Matty heeft het vooral. Rutger draait tegenstanders helemaal dol. Matty's ding, de sliding. Stefan koempelt karaktervol. Raoul zoekt de grens op. En Slotta gaat er graag net wat overheen. Blijven kijken, blijven abonneren natuurlijk. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. In de warming-up blijkt dat Matty in de vorm van zijn leven is. Niet zo gek dat iedereen gek is op de bankzitters. Gespeeld wordt bij Nooit Opgeven, Altijd Doorzetten, Aangenaam Doorvermaak en Nuttig Door Ontspanning, Combinatie Breda, de langste clubnaam ter wereld, ook wel bekend als NAC. Bram laat zien hoe soepel die is en hoeveel balgevoel die heeft. Ja, even abonneren. Ja, en dank je dan. Ja. Echt doen, anders word je uitgelachen. De shirts hangen er professioneel bij in de echte kleedkamer van NAC. De tactische meestervondsten van Roy hangen aan de muur. Koffie, broodjes staan klaar. Zo draait Glenn zijn oude spieren warm. En daar zijn ze. Stefan voorop. En Matty kan het tempo nu al niet meer volgen. Noah is de aanvoerder en Bram heeft Matty Sjan meegenomen. Robbie voelt zich thuis in Brabant. Het NAC. Malayans is de tegenstander en daar staan ze dan in een echt stadion. Roy, Matty, Raoul, Robbie, Rijn, Vincent, wereldkampioen kickboksen Nicky Holtsen, Bilal, Glenn en Frank die Joris wurgt, Alessio, Koen, Rutger, Arsenio, Juvat, Sebas, Bram, Sjan, Stefan en Noah. En de tegenstander ziet er sterk uit in die Excelsior-tenues. Pittig potje, denk ik. Zegt coach Roy, die te huur is als jouw trainer. Bram bedenkt dan dat het wel leuk is om weer achteraan aan te sluiten voor nog een rondje boksen. Dus daar gaan ze weer. Bijna een normale teamfoto. Alleen staan ze met z'n allen een kwartslag verkeerd om. Debutanten moeten van Roy altijd op de bank beginnen. Het publiek gaat enorm tekeer en Noah hoort dat en is onder de indruk. Nou, wat gezellig. Ja, gezellig. Ook Stefan laat het stadion vast op zijn grondvesten schudden. En dan is het tijd voor het dansje van Matty bij de aftrap. Glenn heeft zijn veterstrikdiploma nog niet. Maar dan gaan we toch eindelijk beginnen. Let op Matty. Die stapt heel cool weg voor Robbie die het gelijk zo probeert. Goed plan, minder uitvoering. En de keeper van de tegenstander gaat dan na 3 seconden spelen al tijd rekken. Dat is lekker dan. Eerste minuut loopt. De tegenstander loopt. Frank loopt naar achteren, maar nog niet op topsnelheid. Dit is Leon en dit is de 1-0 voor Malayans. Die dat vieren met een mislukte su, dan een oké su. Maar wat een drama start van de creators. Kunnen we gelijk ophouden over die nul houden? Dan kunnen ze gelijk echt aan de bak bij NAC. Maar 41 seconden achter. Bilal Yaklav moet zijn man laten gaan. Was van zijn kwad gevallen in Dubai en heeft nog last. Slotta, Stefan Half. En Koen gewaagd, maar geslaagd die panna. 5e minuut. Malayans hoekschop en Robbie mist 0-2. Nou, dat begint lekker zeg. Robbie en Stefan nog niet helemaal wakker. Waar gaat dit naartoe? 2 goals binnen 5 minuten. Tja, Glenn, Vincent of Matty naar de bal toe. Of geen van beiden, dat kan ook. Mooi is dat. En dan moeten ze achterin weer gaan rennen. Maar Noah komt op tijd zijn doel uit. En Matty gaat jagen. Soort van. En Bilal daar links staat op omvallen. Lions begint ietsje sterker dan de creators. Dit is Leo. Maar dat is geen Messi. Gelukkig maar voor de creators. Bilal lijkt niet verder te kunnen. Maar dan is daar Raoul. Gaat iets dichter op zijn man zitten. Frank zat ertussen. Matty, Robbie, Matty. Nou, de intenties worden in ieder geval beter. Stefan. Ja, die heeft goede aanvallers tegenover zich. Daar is die Leon weer. En dit is een beetje arrogant gedaan, zeg. Gaat dat de Malayans opbreken? Ze houden de creators in de wedstrijd.
Matty gaat weer voor het wereldrecord. Net niet slidings. Je hoeft goede bal, Brahul, die daar ineens heel diep staat. Eerste kansje creators en een keksprongetje van hem. Liet zijn been nog een beetje hangen of kan gewoon niet hoger springen. Robbie gaat mee verdedigen en die wil even dat gras voelen van NAC. Dus niet de beste fase van de creators. Die komt nog. Hier is Leo met Bilal. Nu met Frank. En Frank die is het helemaal zat. Tot hier en niet verder, zegt Slotter. En wat doet de scheidsrechter? Die geeft een strafschop. Maar moet er niet naar de VAR gekeken worden? Raakte Frank hier niet eerst de bal? We gaan kijken. En wat wordt er dan beslist? Dat dit een penalty is? Nee, geen penalty, zegt hij. Natuurlijk niet. Zou Frank nooit doen, zomaar een tegenstander omver schoffelen. Glenn. Vincent. Juvat. Nou, daar komen ze hoor. Robbie en de 1-2. Lekker gekiept door die Loekie. Maar wat geeft het? Robbie scoort ook in dit Brabantse stadion. En let dan op het vieren van de goal. Matty en Robbie schrikken van vogels die overvliegen. Zo ging die erin. De keeper is linksbenig, denk ik. En ook de celebrations gaan alleen maar beter worden deze wedstrijd. Is nog een klein beetje mat. Daar die Loekie, een Lucky. Binnen een kwartier is het 1-2. Staat mooi, dat creators logo op dat scorebord. En nu zijn ze los hoor. Nou ja, bijna. Glenn op Vincent, of was dat Koen? In ieder geval een vrije trap. En zij kunnen niet wachten om in te vallen. Glenn en Frank met een kwart omhaal zonder bal. Joris laat zijn skills zien. Ze groeien in de wedstrijd. Vincent heeft zijn banden nu op temperatuur gekregen. En Stefan, nu wel goed voor zijn man. Ja, het komt eraan hoor. Raoul krijgt ook meer zelfvertrouwen. En durft daar zelfs dit te doen. En ook Frank heeft de bal nu aan een touwtje. Maar het blijft oppassen. Blijft oppassen. En gelukkig hebben de creators Noah in het doel. Zo zeker als de bank van Zwitserland. Noah kan ook heel goed stuiteren. En zit sinds een week samen met Roy op Bolen. Glenn. Lekker lief met zijn buitenkantje gehaaid. Robbie, bijna. En dan deze onsmakelijke momenten. Matty. Wat een balgevoel. Terwijl die nieuwe keeper zijn handschoenen nog aan staat te doen. Glenn wordt aangepakt. Ja, kan die wel, die gast van 25 tegen een man van over de 50. En dat pikken de creators niet. Vincent gaat op jacht naar revanche voor die overtreding op zijn oudere broer. Lekker dit. Stefan. Robbie. Ook die pakt een tegenstander terug. Er komt meer pit in. Matty wil een 1-2. Staat geen buitenspel. De voorzet is goed. Daar is Vincent. Rutger. Koekoek. En 2-2. Wat is dit toch een vechtploeg. Altijd komen ze terug van achterstand. Het is 2-2. Voor Rutger als een 14e. Hij staat derde in het topscorersklassement. En dat 14 natuurlijk zo. Het was een goede actie. En ook goed gescoord. Ook deze keeper zit niet op duiken. Lijkt geen verbetering bij de Malians. Was getekend Rutger Schipper. En wisten jullie dat hij trots sponsor is van de NAC Jeugd? Hij scoort in de 27e minuut. En let dan op Stefan. Die komt met deze uitstekende sliding op de bal. Dan aandacht voor Matty. Uitstekende sliding op het gras. Deze is hard. Het blijft oppassen. Half uur gespeeld. Tijd voor bier op de bank. Geserveerd door Maaike van de Creators Dames die hiervoor speelde. Check die video. Frank zit er bijna geweldig tussen. En Noah met een wereldredding. En dat mag gevierd worden. Het is de dag van de slidings, denkt Raoul. Ook deze is bijna op de bal. En een beetje op de beentjes. Wie dat wel goed kan op de bal is Stefan. Zo, fantastisch verdedigd. En of de aanvallers daarvoorin ook een beetje komen mee verdedigen. En Noah, die is gewoon Noah. Maakt ook gekke sprongetjes wanneer de bal naast gaat. Goed gevangen ook. En dan is daar het moment. Bram Krikke komt erin. Althans, wanneer hem eerst is uitgelegd hoe dat werkt, zo'n wissel. Maar hier zie je dan. Het debuut van Bram
krikken. Je ziet Glenn rechts denken, wat is dit dan weer voor ploeggenoot? Maar Bram geniet soepel richting spitspositie. De crouch van de creators, die heel goed is in het afleiden van die tegenstanders door grappige interviews te gaan afnemen. Ook hij debuteert, iets minder vriendelijk kijkend, Nicky Holtzke, zevenvoudig wereldkampioen kickboksen. En Sean, om Bram het gevoel te geven dat hij een thuiswedstrijd speelt. En kijk ze gelijk eens jagen, die Bram en Sean. Ook na balverlies, ja, dit ziet er veelbelovend uit hoor. En dit van de tegenstander ook. Schot van Paul de Leeuw. Rijn. Bram scoort! Bij zijn eerste balcontact, wat een gouden wissel. Bram krikken, schieten met links, terwijl die geen benig is. In de hoek, geweldig. Klein probleempje alleen, hij wordt afgekeurd wegens buitenspel. Terwijl het dat absoluut niet was. Kijk maar, daar rechts staat nog een verdediger. Bram is daarom woedend op de scheidsrechter. Jean denkt door. De tegenstanders overschatten zichzelf een klein beetje. Vincent Visser is er voorbij en de kansen worden groter. Het wordt steeds leuker. Tja, hij rommelt zich ruimte. En zo groot was de kans. Zo weinig scheelde. Bram stond trouwens helemaal vrij. En heeft weer een goed gesprek. Rijn, gefopt. Gevaarlijke voorzet aangeraakt nog. En het schot dat de B-side opgaat. De doos zat nog om zijn schoenen. Door 2 keer 40 minuten gespeeld, omdat ook de vrouw op dezelfde avond hier spelen. In de extra speeltijd nog een kans. Nog een keer! Een kans. Een assist van Raoul. 2-3 door Michael de Leeuw. Staan ze toch weer achter. Nog voor rust. Bram nog wel met de aftrap. Maar die raakt hij half, want hij is boos. Dat hij buitenspel was, ben ik nog steeds zuur van. Ik ga straks iets mollen. Rust dus, waarin Juvat selfies laat nemen. De bankzitters met 2 keer een J wordt geschreven. En Glenn een lezing geeft. Het bedrag wordt getoond dat is opgehaald voor de NAC Foundation. Mooi. Nou, dat is fantastisch. Het bedrag liep daarna zelfs nog hoger op. De sensationele tweede helft dan. Ook zij proberen het zo. En Noah is gelijk weer de spring in het veld. Hoge druk dan van de creators. Daar is Rutger. Rutger! Ja, laat die maar schuiven. Wat een kans gelijk, zeg. En wat een gat zat daar ineens om doorheen te schieten. Arsenio is erin gekomen. Robbie, die loopt gelijk het veld weer uit. Rijn, ja, dat is een onbegrepen genie. Mooi om te zien. Ook Bram doet mee met dat hoge druk zetten. Zo. De Malians zijn even in de war. En Bram neemt heel rustig de tijd om naar zijn fans te zwaaien. Joejoe. Arsenio. Rutger. Geweldig aangenomen. En ook zijn tegenstander blijkt onder de indruk. Valt om van verbazing. Nicky. Oh, die heeft net te weinig reach. Maar wat beginnen ze goed aan de tweede helft, zeg. En wat had die Rutger zijn tegenstander daar mooi te pakken. En dan is dit wat Nicky tekort kwam. Zou het zijn, zeg, wanneer die ook scoort bij zijn debuut en die wel telt. Hij had hier de kans daarvoor. Dan moet Rijn in de achtervolging. En die vallende ziekte bleek besmettelijk. Joris, lekker, heel lekker. Robbie op tijd en scorend. Zijn tweede, 3-3. Hij doet het weer. Is zo een grote meneer. En de echte liefhebber Raoul waardeert de klasse van de assist. Die van Akamist, van Joris. Die was prachtig. Kijk maar eens, wat een traptechniek en overzicht. Robbie weggestuurd, net als op school vaak gebeurde. De keeper komt wat laat. Maar Robbie is er als de kippen bij hem te scoren. Robbie de kip. Dat was trouwens echt een profvoetballer, zoek maar op. Robbie veegt hem over de keeper. The creators are back in business. Omdat hij zo lekker is. En omdat we een camera daarachter doel hebben, een tweede camera, nog één keertje. Die slide even, die achterzoek.
Noah. Rijn, oppassen, oppassen. Nou, gelukkig zet hij zijn berensterke lichaam er goed in. Hij kapt zijn man goed uit, Stefan. Rijn blijft goed kijken. Toch het schot. En Noah. Alsof hij een trap horizontaal beklimt. Dan wordt er een kooi vol nieuwe Lions opengezet en doet Bram de interviews vast tijdens de wedstrijd. Vervolgens zien we Raoul, die komt net wat te laat met zijn bloktackle. Joris, dit is geen herhaling, maar weer een prachtige paas op Robbie. Robbie kijkt, schiet! Nu wel goed gestopt, de aanval loopt door. Aanval loopt door, Robbie op Bram. Bram, ohoho! Tja, potverdorie zegt hij. Dat was de tweede kans om zich onsterfelijk te maken. Bram krikken, schuift hem naast. Eerst die kans voor Robbie en dan die voor de man die zijn eigen chips heeft. Krikkies. Die ondanks die gemiste kans steun krijgt van het publiek en dat waardeert hij zomaar. Robbie zegt dan wat tegen hem en dan is het matte. Bram slaat Robbie lachend vol in het gezicht en krijgt er geen rode kaart voor. Glenn, ook die was weer lekker bezig. Net als Joris en Raoul op zijn eigen manier. Vervolgens gevaar door de as. Maar Rijn speelde een waanzinnige wedstrijd. Gooide ook perfect in. Raoul. Oh ja, die gast is moeilijk van de bal te duwen. Raoul heeft de handjes op de rug. Spast die strekje met zijn been. Kans Malayans. Maar Juvat, Rijn en Noah gooien zich dapper op de bal. Wat een strijders. Rutger. Robbie. Rutger. En ja, het gras was glad. Dan gaan we verder met twee ballen. Dat kan ook alleen maar bij de creators. En wat is het spannend. Joris. Ja. Oh, aanname perfect en actie heerlijk. Kijken. Dan ook nog de versnelling. Hij kijkt. Dat is goed. Dat is heel goed op Rutger. Rutger Schipper maakt hem. Zijn tweede en wat een belangrijke. Van 2-0 achter naar 4-3 voor. Heerlijk. En luister. Wat een paas. Inderdaad, niet normaal. Wat een paas zeg. Fantastisch. Het afronden ook heel cool. Ja, kom, hup, doe maar. En dus... Natuurlijk. Nog 20 minuten. Want 80 minuten speeltijd. Weer die hoge druk. Arsenio, Robbie en gelijk met de... Jawel, 5-3. Met links. En Robbie viert het met al zijn vrienden. Met rechts. Neemt hij hem aan. Tikt hij hem door. En met links scoort hij. Een hat-trick van Robbie. Zijn 10e totaal. Gelijk nu met Roy. Jawel. Sebas en Johnny 500. Wat een feest in het Radverlegstadion. Het no-look-paarsje van topscorer Arsenio was trouwens ook heerlijk. De keeper zat daar een beetje mis, maar Robbie niet. 2 goals binnen een minuut. Altijd spektakel wanneer je naar de creators komt kijken. Een gekke wendingen, want dit gebeurt een minuut later. Het staat 5-4. Frank hoopt op buitenspel. Maar nee, de jonge grens heeft het goed gezien. 3 goals in 3 minuten en er komt nog veel meer aan. Wat een wedstrijd. Noah. Onderschept. Een soort voorassist, want hier komt de volgende kans. Hier komt een 5-5. Nee! Hier komt Noah met een reusachtige redding. En dan nog een historisch moment. Een sliding van Matty op de bal. En vervolgens deze kans. Deze krul van Malayans. Wat gebeurt er altijd veel in de tweede helft? 5 spelers willen erin. Coach Roy brengt zichzelf. Glenn is er klaar mee met spelen. Nooit met selfies en handtekeningen. Neemt hij altijd de tijd voor klassen. En 2 hoofdrolspelers gaan eruit. Bram en Robbie. Publiekswissels dus. Nieuwe regel. Wanneer coaches mee gaan doen, dan moeten ze een andere kleur sok aandoen. Joris. Niet alleen stylist, ook schoffelaar af en toe. Ja, is het geen tijd. Creators, 15 maanden ongeslagen, maar blijft dat zo? Stefan laat lopen en daar een Maradona-actie. Een hand van God-actie, maar gelukkig slaat hij hem naast. Niemand zag het, maar dit was toch echt Hens. Het loopt goed af.
Hey Noah, doe even rustig, joh. We hebben alle tijd, hoor. Rustig aan. De tegenstander doet het minder rustig aan. En schiet de bal bijna in eigen doel. Dat had de beslissing geweest. Nu komt er extra tijd bij. Maar hoeveel? Vincent. De ingevallen Sebas. Is dit een overtreding? Is dit een overtreding? En? Is dit een overtreding? Scheidsrechterstijd! Ja! Ja! Kijk-ie! Hey! Dan gaat de coach van de tegenstander proberen het spel wat te versnellen. Zonder succes. Hij is voorbij! Fluiten! En komt er nog een minuut extra bij. En geeft Nicky nog een corner weg. Te veel klappen gekregen misschien. Over de 1000. Hè? Want we zijn weer goed bezig met vandaag. Heb Bram, en jij? Nee, ik heb een kaasje. Jezus, 22.052. Zij vergelijken calorieën. De hoekschop levert niets op. Maar direct daarna deze die net in het net gaat. Stefan. Weer onderschept. Geen buitenspel, want Stefan staat er nog. Die probeert te corrigeren, maar dit is ook geen buitenspel. En dan wordt het 5-5 in de extra tijd. Dat is zuur, zeg, voor de creators. 5-5, een tiental goals. In de 80 afgesproken speelminuten. 7 aanvallers daarom maar, want... We hebben niks. Zo voelt een gelijkspel als je 5-3 voor hebt gestaan. 10 seconden nog. Matty blijft knap in balbezit. Matty, Vincent... Arsenio! Ze doen het toch nog, dit verzin je niet! Wat een waanzinnige ontknoping! Dit zijn de creators. Dit is waarom je altijd tot het eind moet blijven kijken. Arsenio maakt zijn 29ste en misschien wel zijn belangrijkste. Wat een feest voor al die fans, voor de spelers, de staf, de hele club. Zo ging die erin en let op links. Buikschuivers met ballen gegooid naar dit doelpunt van Arsenio. Oh, ja. Camera 2 wordt opgepakt. Doet mee. Doe thuis ook maar mee, want dit is genieten, zeg maar. Maar? VAR? Dan trek ik hem echt door de kleedkamer heen. Beslist wordt... Doelpunt! De 6-5 staat nu echt, maar laat hij nog aftrappen. Ja, want dit feesten duurt heel lang. Rijn moet verdedigen. Houdt zijn man voor zich? Of niet? Ofwel? Het is tijd toch? Het is tijd. Vincent. En nu fluit hij af. Ze flikken het. Ze komen terug van een hele snelle 2-0 achterstand. Scoren in de extra tijd. Winnen weer. En gaan dan feestvieren hoor. Creators FC 6. Malians 5. Geniet van dit feest. Geniet van de extra feestelijke interviewshow met onder meer de man van de hattrick Robbie en Bram Krikke. Hij stond goed. Nee! We zijn het filmen! Hey, ja, het is geen discussie, man of the match. Ja, yeah, eindelijk! Godverdomme, hoe lang doen we al creëren? 6 jaar? 5,5. 5,5 is de eerste keer. Ik ben aangetrokken als de Peter Crouch van Creators. Ja. Ik heb nog even de microfoon aan Roy. Ja. Dankjewel, Bram. Hop. Dus ik zie je de volgende wedstrijd. Ik zie je de volgende keer. Coach, hij zit weer bij je volgende wedstrijd. Oh, deze deed pijn trouwens. Ja, deze pijn? Ja, Pieter Crouch heeft niet zoveel spieren. Luister, die heeft er. Doei. Doei. Even, wat vond je van Robbie? Ja, er lopen allemaal mensen langs. Oh, super goed, Rob. High five, Lieke. Jij was de beste. Ja, vandaar, jij mag het doen. Hij heeft 3 keer gescoord, dat betekent... De wedstrijdbal, dankjewel. Yeah. Lieke A van de keukenkastjescompetitie. Woo. Ik vind de baak wel lekker bij Krikkies. Wat vond je van Koen? Wat vond je van Koen? Ja, man. Ja, je moet natuurlijk ergens beginnen en dan bouw je uit. Maar je bent man of the match. Ja. Ik ben de prijs vergeten, dus jij... Lekker op. Hallo! Sorry, ik zit midden in een interview, mensen. Ja, wat een werker, hè. Wat een werker. Heerlijk. Ja, wat kan hier lopen? We moesten echt met z'n allen moesten we gewoon beuken. Ja, jij ook maar verbaasd. Dit was echt... Nou, dankjewel. Ja. Maar waarom verbaasd? Ik had echt hoge verwachtingen. Nou... Noem een leuke bijnaam voor Koen. Er hing meer in de lucht. Ja. Ik voelde nog een goal van mij en van Sean. Ja. En toen waren er een paar hele rare wissels van onze coach. De loper. De loper. Dat wordt misschien wel nu... De loper. De loper. Ja, de loper. De loper! En toen kwam er ineens een andere spits in. Nou, ja. Ik wist niet wat ik zag. Jammer, ja, want ik zag op het moment dat jij eruit moest, was er een knop om. Ja. Ik vind hem eigenlijk bijna altijd het beste van het veld.
Als je er 1 seconde meer had in gezeten... Dan had hij erin gejekkerd. Ja. Hij laat er wel eens even door, maar... Wat? Ja. Ging over jou? Nee, dat je het zo goed doet. Nee. En Stefan, hoe was Stefan? Ja. Ja, Henk de Katen. Henkie. Ruud Brood. Lekker. Proost op NAC. Bedankt, NAC.